Goedemiddag, vanuit het hart van Rotterdam. We zijn in het centrum. En waar wij eigenlijk ontzettend enthousiast over zijn, is de cryptocurrency Dogecoin. En waarom zijn wij daar, jij achter de camera, Ferdy, Nathalie en uiteindelijk ik, daar zo enthousiast over? Omdat het eindelijk een cryptocurrency is die bruikbaar is. En er wordt natuurlijk veel gespeculeerd in cryptocurrencies nu. Gaat geld in, dan gaan ze omhoog, gaan ze weer naar beneden. Wat een cryptocurrency uiteindelijk veel waarde geeft, is dat die bruikbaar is nu, over 4 jaar, over 8 jaar, over 12 jaar, dan heeft het echt waarde. Nou, om eens te laten zien hoe leuk het is om met cryptocurrency te betalen, met Dogecoin, en hoe makkelijk je die transactie eigenlijk afwikkelt, zijn we hier vandaag bij Kemal. Kemal is ook een van de mensen in het Dogecoin team en hij accepteert als eigenaar van deze prachtige food truck, accepteert hij Dogecoin. Je ziet al een QR-code op zijn toonbank. We kunnen hem even laten zien. Dag Kemal. Hi. Alles goed? Goed hoor. Alles goed? Hard werk. We komen graag even bij jou laten zien hoe het accepteren van Dogecoin werkt. Nou, het gaat eigenlijk heel simpel. Ik heb een app op mijn telefoon. Die open ik. Kijk, daar komt die. Ik heb nu 37 Dogecoin in mijn app staan. Dit is de QR-code van mijn rekening. Dus als je iets aan mij wilt overmaken, kun je deze gebruiken. Maar ik wil nu natuurlijk betalen met Dogecoin. Dit is het betaalscherm. En hier zit het cameraatje. Even kijken. Die gaat nu aan. Nu kan ik. Loop maar even mee, Freddy. Nu scan ik de QR-code van Kemal zijn bedrijf. Daar zie je het rekeningnummer staan. Nou, ik zal eventjes met in dit geval even 1 coin gaan betalen als je dat goed vindt. Vind je dat goed? Tuurlijk. En versturen. Nou, je ziet nu dat de transactie heeft plaatsgevonden. Ik had er eerst 37. Nu heb ik er 36. En ik heb dus met deze transactieinformatie 1 Dogecoin betaald aan Kemal voor... Nou ja, bijvoorbeeld deze lekkere drankjes die hier op de toonbank staan. Zo simpel is het om te betalen. En we zijn op zoek naar allerlei winkeliers, merchants zogenoemd, die in dit systeem ook willen meedraaien. Want uiteindelijk zijn er ruim 100.000 mensen wereldwijd die al Dogecoin hebben. Dus publiciteit voor jouzelf als ondernemer, wereldwijd. Als die Dogecoin van de nu 8 cent naar 80 cent, 8 euro, 80 euro gaat stijgen in de komende jaren, dan hebben we net voor deze 3 drankjes niet 8 cent, maar misschien wel 800 euro betaald. Dus je bouwt, een crypto portfolio op deze manier, op een hele simpele wijze. Accepteer het voor een deel van datgene wat je verkoopt of aanbiedt. En je verzamelt in dit geval Dogecoin. De simpele bruikbaarheid hebben we nu denk ik laten zien. Veel plezier met het kijken naar het filmpje en deel het vooral met zoveel mogelijk mensen die je kent. Want we zijn gewoon op zoek naar mensen die dit leuk vinden, die dit principe willen uitdragen en bij ons team willen komen. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens.